De purperslak met zijn witte tandjes. Eentje op zijn rug gelegd en hier zitten er nog een paar. Ze heten zo omdat daar vroeger ook de purper kleurstof uit gewonnen werd. Dat deden dan slaven in de Romeinse tijd. Maar die vergiftigden wel helaas langzaam. Als je dat mocht gaan doen, had je een levensverwachting van een jaar. De purperslak. En hier zien we de afgezette eitjes van de purperslak. Althans, hoogstwaarschijnlijk. Het is ook vlak onder het groepje purperslakken wat ik net had. De purperslak met zijn eitjes. En tot ziens maar.